Ik ben Buster, ik ben 13 en ik kom uit Haarlem. Ik ben een one-man band. Dan doe ik alles tegelijk. Ik speel drums en mondharmonica en gitaar. Ik maak blues en een beetje een soort bluesrock. Bij Sarah's Request was er gitaarlim. Daar werkte mijn stiefmoeder. Toen had ze tegen de baas verteld van ja, mijn stiefzoon die kan goed mondharmonica spelen. Toen stond ik dus te spelen daar en toen draaide hij zich om en toen was ik dat. En toen vond hij dat heel goed en toen heeft hij verteld later tegen mij. Ik dacht echt dat er gewoon een volwassen man stond met heel veel ervaring. Ik vond het echt wel het beste compliment ooit. Ik ben met mondharmonica begonnen toen ik 11 was. Dat begon een beetje in Frankrijk. Er was daar een bluesfestival en daar was ik. Het ging heel hard regenen en toen viel het stroom uit. Ik had toevallig een mondharmonica bij me en toen stond ik daar op de bar te spelen toen ik 11 was in de stroom en regen. Toen is het een beetje begonnen met mondharmonica. Michael Prins zag mij wel een keer optreden, maar dat hij naar me toe kwam was gewoon een leuke avond bij gitaarlem. En toen kwam hij naar mij toe van, hey, Buster, ik heb je een paar keer zien optreden. Wil je met me in Tivoli Vredenburg spelen in Utrecht? Toen dacht ik van, nou, oké, is goed. Ik vraag het maar even aan mijn moeder. En toen mocht dat. Ik had nog nooit in een zaal met stoelen gespeeld voor dat optreden. En er zaten echt heel veel mensen. Ik ben nooit echt zenuwachtig, maar ik ga wel echt helemaal trillen omdat ik gewoon heel veel adrenaline krijg van het optreden. Als ik met muziek bezig ben, dan kan het op mijn kamer echt wel misschien een half uur duren voordat ik weer stop. Gewoon non-stop muziek maken omdat ik dan helemaal erin zit en dan vind ik het echt heel fijn. Ik denk, ik ga sowieso nog door. Gewoon voor mezelf en ik hoop ook nog als beroep.